immersion. Yo mensen, een hele goede morgen. Sander Zorgen. Ik heb heerlijk geslapen. Heb je lekker geslapen? Ja, tuurlijk. Ja. Chill. Chill. Sowieso chill. Met twee in dit bed is eigenlijk perfect te doen, want ik heb zo'n 180 breed bed. 180 centimeter. In ieder geval, het weer. We gaan een keer kijken naar het weer. Hoppa. Het is droog en we gaan Deliveroo shiftjes doen, sowieso. Er komen vandaag ook van alle mensen kijken naar mijn kamer, dus het zou kunnen dat hij binnen de kortste keren al verhuurd is. In ieder geval, ik ga rap een smoothie maken en daarna vertrekken we richting de stad voor Deliveroo's te doen. Joe! Yes, we hebben eindelijk gedaan met werken. Hoeveel heb je verdiend? Bijna 14 euro. Bijna 14 euro. Hey, lijpen gebruikt de trap. Super vet. Oei, ik wou jullie net tonen dat lijpen eigenlijk de trap bijna nooit gebruikt. Of ja, de glijbaan. In ieder geval, wij gaan hier nu nog even wachten, want straks komen er twee Italianen om hun kamer te bezichtigen. Ik ben super benieuwd. Ik denk wel niet dat ze deze tuin echt aangenaam gaan vinden. Maar dat wordt binnenkort allemaal opgekuist, dus het komt wel goed. Joe. Die Italianen hebben me net laten weten dat ze een beetje later gingen zijn. Ze gingen ongeveer een uurtje later komen. Er was iets tussen gekomen. En ik heb hier ook alle ingrediënten klaar liggen. Banaan, aardbeien, avocado. Dit is trouwens echt wel een dikke aanrader voor in de smoothie. Ingevroren avocado. Dat zorgt ervoor dat de smoothie een beetje dikker wordt. Een beetje creamy en super lekker. Echt een dikke aanrader. Probeer het sowieso. Ik moet me trouwens ook dringend scheren. Check die shit. Holy moly, ik heb mijn baard nog nooit zo hard gehad. Het is natuurlijk geen dikke baard of zo. Misschien moet ik het laten staan. Laat weten in de comments wat ik moet doen. Maar misschien is het hier en dan al lang geschoren. Maar dan ga ik sowieso de volgende keer mijn baard een keer laten groeien. We moeten dat sowieso een keer doen. Yo. En nu moet je raden welke smaak dat is. Raad het ingrediënt. Ik denk dat hij de ingrediënt nooit kan raden. Onmogelijk. 0% kans. Ik weet het wel. Wat smaak je? Alleen dinges. Pindakaas. Pindakaas. Waarom? Jij? Of niet? Pindakaas, sowieso. Ja. Maar voor de rest, ik weet niet. Welke kleur heeft het? Bruin-roze. Bruin-roze. Pindakaas, aardbei, avocado, banaan en water. Lekker? Mm-hmm. Ik heb hem nog niet geproefd. Ik ben echt wel benieuwd. Ik drink gewoon uit de Vitamix, sowieso. Nice. Ja, die is goed. Super nice, die Italianen zijn net op bezoek geweest en het waren echt hele chille jongens. Dus het was allemaal goed, ze nemen mijn kamer over. Ik ga alleszins nu mijn auto nemen, ik ga die al volladen met spullen en ik ga richting Knokken. Ik ga vanavond ook al in Knokken slapen, maar die Italianen die zijn nu achter hun spullen. Hun hostel eindigde vandaag en ze moesten heel dringend een kamer hebben, dus ze kunnen op mijn kamer chillen. Super nice. In ieder geval, ik ga dat nu allemaal fixen en het wordt weer een verhuisvlog. Jawel, onverwacht. Ik had het totaal niet verwacht vandaag. Joe! Ik kan het nog altijd bijna niet geloven, mensen. Mijn auto staat daar en deze wordt zo dadelijk ingeladen. Wat denkt jij? Gaat jij de plek hier missen? Ja, sowieso. Ik ga het sowieso ook echt missen, maar het is voor mijn droom waar te maken. Mijn mooie, super chille, vuile kamer. Oké, ik ga hier nu allemaal spullen insteken in deze zak. Ik ga nog deze doos, alles gewoon volsteken met spullen en inladen in de auto. Wens me succes. Let's go.
Yo. Oké, niet te geloven, de homies zijn nu al in mijn kamer. En mijn auto staat hier helemaal ingeladen, super vet. De homie Grain gaat straks de dag afsluiten met natuurlijk nog een beetje Deliveroo te knallen. En ik ga wel de Deliveroo shit en zo wel missen in Gent. Dat was iets dat ik heel graag doe. Ik ga het alleszins missen. Hey homies, have fun in the new room. Your room is perfect. Alright, you. Oké, super nice. Ik ga nu terug richting Knokke. Ik zeg de homie Grain, de dag. Yo. Yo. Tot de volgende. Yo. Nice. Ik ben net toegekomen. Het eerste wat ik natuurlijk uit de auto haal is mijn iMac. Ik ga die onmiddellijk gaan installeren. Ik zou zeggen, let's go. Mijn broer heeft mijn kamer ook omgetoverd in een soort van gaming room. Check die shit. Check dit. De kattenpaal staat hier ook, hoppa. Waarschijnlijk omdat Grumpy soms komt chillen. En check dit. What the fuck. Een nieuwe Xbox te zien. Geen idee wat voor een model dat is. Maar het ziet er echt wel het nieuwste van het nieuwste uit. Dus we kunnen misschien... Misschien kunnen we met deze shit live gaan. Laat weten in de comments. Kan je met deze shit live gaan? Dan gaan we sowieso een keer live gaan met een of andere skatespel of zo. Joe, ik ga nu alles in de auto zetten. En ik zou zeggen, ik bedoel in mijn kamer zetten. En ik zou zeggen, let's go. Holy shit. Ik heb eventjes een heftige rit achter de rug. Joe. Mijn nieuwe oude kamer is terug. Super vet. Ik ben echt helemaal stoked. Mijn setup staat er ook. Jullie zien het, ik was net een video van Austin Augie aan het bekijken. Ik ga die straks ook verder kijken. En ik kan jullie verzekeren, het was een werkje. Maar ik ben blij. Alles zit hier in de kast. Beneden ligt er wel een super grote hoop. Ik ga het jullie misschien tonen. Er ligt echt een ongelooflijk grote hoop was. Niet te geloven. Er is hier trouwens ook niemand thuis. Mijn broer die is hier wel, denk ik. Hey, Lijpen! Hoppa! Ik heb Boef en Lijpen al naar buiten gestuurd. Hey, Boef is hier ook terug. Voilà, ze kennen het hier volledig. Dus dat is echt wel super chill. Mijn katjes hoeven niet zo gewoond te worden ofzo. Die komen gewoon naar mij terug, omdat ik ze goed heb opgevoed. En check dit, mensen. Wat een afvalberg. Dat is al mijn was. Ik kan hier eigenlijk gewoon opslapen. Hey! Oké, de was zit in, zoals jullie zien. Ik ben eerst mijn deken aan het wassen en ik ga de rest allemaal later wassen. Wat ik nu ga doen, weet ik niet. Grumpy is alleszins niet zo stoked. Ze waren daar net aan het vechten. Dat is echt wel grappig om te zien, maar ik ga de katjes hun ding laten doen. Ik ga zelf ook een beetje chillen en ik heb rugpijn. Heel veel rugpijn en dat is waarschijnlijk van te verhuizen, van die zware dozen te dragen en al die bullshit. Ik ga nu even chillen, ik ga me scheren, ik ga me douchen, ik ga lekker relaxen. Ik ga ook stretchen en ik zie jullie later. Joe! Holy shit mensen, dit geloven jullie nooit. Mag ik jullie voorstellen? Pip 2.0. Hey, Pip zijn haar is geknipt. Jullie herinneren hem sowieso met zijn super lang haar. Maar deze guy is al ouder dan 10 jaar. En als je een beetje ouder wordt, dan is dat lang haar niet meer zo mooi. Dus deze guy is super stoked dat hij nu een korte coupe heeft. Nu ligt zijn haar niet meer voor zijn ogen. Krapt hij ook niet meer aan zijn poten, want die krapte hier altijd. En dan trok hij zo zijn haar uit. Dus dat was misschien een teken dat hij korter haar moest hebben. En uiteindelijk is hij super stoked. Hoe schattig is dit niet? Het was echt raar om hem te zien. Ik kon hem helemaal niet herkennen. Holy shit. Het is nog altijd zo raar. Grumpy is hier aan het chillen. Of nee, Boef is hier aan het chillen. Grumpy zit daar te kijken. Jullie zien het. Hier zo. En Lijpen die is waarschijnlijk onder de zetel. Maar Lijpen moet altijd nog een beetje wennen. Daarnet was ze ook aan het chillen op mijn kamer. Zoals altijd gaat Lijpen mij blijven volgen, waar dat ik ook ga of sta. Ik ga kijken naar Grumpy. Deze rakker is niet zo stoked. Hey Grumpy, hey Labba. Grumpy is echt wel een stoute kat. Check. Hey. In ieder geval, ik ga je nu een beetje chillen. Er staat van alle lekker eten in de koelkast. Dus ik ga daar toch wel even van profiteren. En het is ook eigen kweek. Dus ik ga eigen kweek checken. Joe, let's go. Ik heb
Lekker gechilled. Ik denk dat het ook de laatste aflevering van Eigen Kweek was. En het was echt wel een heel mooi verhaal. Sowieso, ik vind Eigen Kweek een super vette serie. Dat heeft natuurlijk niet te maken omdat dat mijn wiet is of zo. Maar het is gewoon hard. Goede acteurs, allemaal goed gefilmd. En het is een Vlaamse serie waar we eigenlijk trots op mogen zijn. Check dit. Ik heb hier chocola. Pure chocola. Hoppa. Ik heb hier sojamelk. Ik doe dit in de tas. Hoppa. Wij in België noemen dat een tas. Waarschijnlijk kijken er heel veel Belgen naar mij, maar er zijn ook een paar Nederlanders en jullie noemen dit een mok. Dat weet ik. Hoppa, laat weten in de comments hoe dat jullie dit noemen. Ik noem dat gewoon een tas, maar in Nederland is het een mok. Yes! En straks gaan jullie zien, als ik dat dan roer, dan hebben we lekkere chocomelk. En chocomelk met echte chocolade is nog altijd de beste chocomelk. En zeker met deze echte, pure Belgische Côte d'Or chocolade. Joep. Normaal, als ik nu ga roeren, zou het chocomelk moeten worden. Nice. Ik heb een beetje te weinig chocola erin gedaan. Ik had 2 van die latjes erin gedaan. Ik dacht dat is genoeg. Maar het is uiteindelijk een lichte chocomelk. Maar oké, dat gaat smaken. Sowieso. En ik zou zeggen, probeer dat ook een keer. Want dit is en blijft de beste chocomelk. Ik had geen inspiratie voor iets lekkers te drinken. En ik zag opeens chocola. Ik zag opeens sojamelk. En ik dacht, we gaan chocomelk maken. Sowieso. Ik ga een filmpje van Austin Augie bekijken. Hier nog eventjes genieten en ik ga daarna gaan slapen. Het gaat allemaal zo rap. Of ja, het is eigenlijk rap gegaan. Mijn droom is dichter en dichter aan het komen. Dat voelt echt wel goed. Maar ik had het niet verwacht dat ik hier nu al ging zitten. Dat mijn spullen hier al allemaal gingen staan. Ik had gewoon een afspraak met iemand om mijn appartement te komen bezichtigen. En die was gewoon direct down. Die wou direct komen. Dat kwam hem het beste uit. Dus ik heb me aangepast. Plannen gewijzigd. Ik ging normaal nog een maandje in Gent wonen. Ik ging nog mijn maand uit doen. Ik had uiteindelijk ook al mijn maand betaald. Dus ik krijg nu een beetje geld terug. En dat kwam mij uiteindelijk heel goed uit. Sowieso. Nu heb ik extra geld voor de camper. Hoppa. Deze chocomelk gaat smaken. Kijk, die is ondertussen al een beetje meer bruin. Jullie zien het. De chocola komt een beetje naar boven. En ik ga hier gewoon de vlog afsluiten. Morgen staan we op in Knokke. En dat gaat heerlijk zijn. Sowieso. Ik ben hier nu toegekomen als het donker is. Maar Knokke is een super mooie stad. We gaan een cruise doen aan de zee. Hopelijk gaat het niet regenen. Maar we gaan genieten. We gaan echt genieten. De knokkenvlogs zijn terug. Bedankt voor het kijken. Like de video, deel de video met al je vrienden. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Zoals elke dag om 5 uur. Peace out. Ciao. Yo.